Investeringen in onderwijs en ontwikkeling van werkenden zijn essentieel voor het concurrentievermogen van Nederland. Op dit moment staan er 235.000 vacatures open. De werkloosheid is 3,8% en daalt tot 3,4% in 2019, het laagste niveau sinds 2001. Daarbij komt dat met de stijgende vraag naar personeel ook een grotere mismatch ontstaat tussen wat er wordt gevraagd van arbeidskrachten en hun beschikbare vaardigheden en kennis. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen die naast kennis en ervaring hun competenties voortdurend blijven ontwikkelen. Werknemers die mee kunnen bewegen met de veranderingen die op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Daarnaast hebben we te maken met een afvlakkende bevolkingsgroei in ons land en een toename van de grijze druk. Er komen meer 75-plussers bij dan mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar. Ook neemt de uitstroom uit het VMBO en MBO af. Een leven lang ontwikkelen wordt daarom nog belangrijker. Het blijven opdoen van nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden is nodig om te blijven participeren in de samenleving. Deze veranderingen hebben verschillende effecten voor verschillende sectoren en beroepsgroepen. De grootste knelpunten ontstaan de komende 5 jaar in techniek, zorg en onderwijs. In totaal komen er 500.000 banen bij. Hoe hoger opgeleid, hoe beter het baanperspectief. Maar ook mbo'ers met een diploma op niveau 2 hebben werk voor het uitkiezen. Voor administratieve beroepen zal naar verwachting juist sprake zijn van een afnemende arbeidsmarkt. De bouw- en de vervoersbranche zijn wat dat betreft bijzondere sectoren, omdat de krapte daar met name op de korte termijn groot is, terwijl de krapte op middellange termijn beperkter is. Tegelijk zijn er krimpsectoren waarin mensen hun baan verliezen. De loketten in bank- en postkantoren zijn verdwenen. Kantoortuinen vol datatypisten, boekhouders en technisch tekenaars zijn uitgeruimd. De administratie voor je bank, je verzekering. Als consument moet je het zelf online regelen. Er komt geen mens meer aan te pas. Doemdenkers waarschuwen dat de robots het overnemen. Algoritmen rukken op. Beroepen verdwijnen. En er komen nieuwe beroepen bij. En de beroepen die blijven, veranderen. De ontwikkelingen in technologie en digitalisering zorgen ervoor dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Mensen moeten zich blijven ontwikkelen om zich flexibel te kunnen aanpassen aan deze veranderingen. Zelfinitiërend en zelfsturend leren is nodig. Door de verhoogde pensioenleeftijd neemt de noodzaak tot een leven lang ontwikkelen alleen nog maar meer toe. Er staan mensen langs de zijlijn die ook inzetbaar zijn. Er moeten dus meer mensen om- en bijgeschoold worden om over voldoende vakmanschap te beschikken. Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt. Nederland kent een arbeidsparticipatie van 70%. Er is dus zeker sprake van onderbenutting. SBB vindt dat een leven lang ontwikkelen tijdens de loopbaan vanzelfsprekend moet worden in Nederland. Alleen zo kunnen we mee blijven doen op een dynamische arbeidsmarkt.